Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar de Q&A Tuesday. Het is tijd voor een hele berg met vragen, dus laten we snel beginnen. Ja, Edwin. Een nieuwe Q&A. Yes. Aflevering 46. Ja, gaat snel hè? Ja, vorige keer hadden we best wel weinig vragen, dat is deze keer veel beter. Ja, we hebben zelfs een paar moeten skippen. Ja. Die waren en te ingewikkeld en te veel. Ja, precies. Dat het te lang ging duren. Dus als je vraag niet langskomt, stel hem volgende week gewoon nog een keer en misschien heb je dan meer geluk. De eerste vraag gelijk maar, die komt van Zeepkist. DLC voor Battlefield of DLC voor Call of Duty? Wat vind je leuker? Ik denk zelf de DLC voor Battlefield, want die doen toch iets meer met nieuwe voertuigen en zo. Die endgame DLC, ja. Zo vet hè? Motoren en zo, dat zal zeker wel heel cool zijn. En Call of Duty is toch meer gewoon een aantal maps en een wapen erbij en zo. Ja, wat minder. Alleen, oké. Okay. Maar er zijn natuurlijk heel veel fans die een aantal maps heel cool vinden. Ja, absoluut. Maar goed, dat krijg je bij Battlefield ook. Ja. Dus ik denk dat ik me aansluit bij Noor. Dat Battlefield wel... net iets beter is. Paramount dan, die heeft ook nog wat vraagjes. Vinden jullie je werk relaxed? Het is toch allemaal rustig en zo? Ja, best wel rustig. Is het zo rustig? Af en toe moet je wel hard knallen. Af en toe heel hard werken. Vooral als er bijvoorbeeld de PlayStation 4 wordt onthuld of zo. Ja. Maar ja, het is wel gewoon een relaxe baan. En het loont ook wel, denk ik. Ja, het is niet. Het is, af en toe kun je het ook heel druk hebben hoor. Maar het ligt een beetje aan wat je allemaal doet. Maar zeker ook doen we het wel eens rustig aan. Absoluut. Ja. En ik vind het heel leuk. En jij ook volgens mij. Zeker. Absoluut. Overschakelen naar de PlayStation 4 of toch de stap zetten naar PC gaming? Vraagt Paramount zich ook af. Wat denk jij? Ligt er een beetje aan, vooral als je met een gamepad wil spelen. Ja. Een controller. Ja. Dan ga je natuurlijk voor de consoles. Dus. Ja. Een beetje afhankelijk of je dat. Ik vind PC gaming zelf heel relaxed. Ik niet dus. Nee, het dingetje met zo'n PC is vaak wel dat het korter meegaat. Heb ik toch altijd het gevoel. Zo'n console die gaat gewoon, wat hebben we nu, 8 jaar of zo alweer voor de PlayStation. En hoef je ook niet zo te kloten met dat iets niet werkt en allemaal dingen aanpassen en zo. Exact. En PC heb je toch nog steeds, dan gaat er weer iets stuk of dan heb je een virus of weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren of die dingen worden weer te oud. En dan is een PlayStation toch wat handiger. Maar je moet wel echt houden van met de controller game. Zeker. Dat is wel echt een verschil. Wat verwachten jullie van de Piston? Valve's console? Dat vraagt Paramount, maar dat klopt niet helemaal. Ja, het is in ieder geval niet Valve's console. Het is van XI3. Ja. En Valve die werkte eerder wel samen met de console. Klopt, Maar omdat ze zelf natuurlijk ook een console gaan uitbrengen, zijn ze daar nu mee gestopt. Ja, de Steambox. Oh ja, de Steambox. Ja. De Valvebox klinkt ook goed, maar... dat is opvallend natuurlijk. Ze werkt heel erg nauw samen met XI3, maar nu zijn ze met haar eigen ding bezig, dus zijn ze maar een beetje mee gestopt of zo. En die Piston, wat vind je ervan? Ik vind het duur. Hij is 1000 euro. Hartstikke duur. Ja, het is duur. Wel zie ik dat het zo'n klein ding is. Ja, heel cool, dat wel. Ja, dat is echt gewoon een bierblik of zo. Dus dat kan je gewoon overal naar meenemen. Ja, dus we hebben die paashaartjes. Het is zeg maar dit paashaartje keer 15. Ja. Mooi vergelijking. Goed, maar het is een vrij dure console. Er zit wel heel veel kracht in natuurlijk. Maar het is de vraag, hoe werkt het precies, hè? Ja, je moet gewoon PC games een keer erop spelen. Alle Steam games, denk ik. Dus wel. Dat wel. Dus het is een apart verhaal. We moeten er wat meer over weten. Ook niet al die Steam games, daar kan je niet altijd een controller voor gebruiken. Dus dat kan je dan ook niet op je tv spelen. Dus ik hoop dat het een beetje goed. Het is een beetje apart. Maar het is wel op zich, potentieel zou het een heel cool ding kunnen worden. Ja. Wat voor game is Skyrim, vraagt Paramount zich ook af. Hij weet er helemaal niks van en hij vraagt zich af of wij ons specifiek kunnen uitleggen wat dat nou is. En of het te vergelijken valt met Far Cry 3, want die heeft hij waarschijnlijk wel gespeeld. Nou, vertel. Nee. Het is niet echt te vergelijken met Far Cry 3 in ieder geval, want Far Cry 3 dat is gewoon een shooter. Ja. En Skyrim dat is echt een RPG. Heel veel quests, je kan er echt honderden uren ermee bezig zijn. Ik speel hem dus niet, want ik vind er gewoon helemaal niks aan. Je kan er ook in 60 uur mee klaar zijn. Ja, het is net wat je doet. Maar echt, het is natuurlijk de enige overeenkomst eigenlijk met Far Cry dat het een open wereld is. Ja, precies. En Skyrim is dan wel echt heel gigantisch. Ja. Dus dat is ook weer anders. En vooral sidequests en van alles. Je kan echt in die wereld leven, soort van. Maar wat moet je nou echt doen in Skyrim, zeg maar? Stel je straf nu Skyrim aan, wat ga je dan doen als eerste? Je hebt een main quest en wat gebeurt daarin? Er komen draken en van alles en die moet jij zien te verslaan, denk ik. En je werkt samen in guilds en dat soort zaken. Ja. Dus het is heel moeilijk om zo'n game ook eventjes specifiek uit te leggen. Je kan gewoon een paar trailers kijken, maar je moet het toch echt gewoon zelf spelen om te ervaren hoe dat voelt om in die wereld eigenlijk te leven. Daar komt het op neer. Je leeft eigenlijk in die wereld.
Dus dat wat betreft Skyrim. Willen jullie eens een review van een Rockshow Game Capture HD Pro doen? Dat is een opvallende vraag. Wat de hel is dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Wij capturen natuurlijk ook beelden. Wij hebben daar een Houtpitch HD volgens mij voor. En dat is dus om beelden van je console of PC te capturen voor, om in video's te verwerken of te streamen, zoals wij die nieuw binnen, zeg maar. Ja, en dan heb je ook Rockshow, die maakt ook dat soort apparaten en dat heet de Rockshow Game Capture HD Pro. En die willen wij ook altijd wel een keer gebruiken. En we hebben Rockshow's benaderd of wij zo'n exemplaar kunnen krijgen ook voor de review, maar we hebben nog nooit antwoord gehad. Dus ik zal Rob er nog eens op aanspreken of je nog eens een keer contact met ze kan leggen. Want wij willen dat graag ook zelf al een keer testen. En dan gaan we ook gewoon een review schrijven. Ja, waarschijnlijk gewoon even bespreken in een video. Tuurlijk. Ja. Albert Heijn die vraagt, wat vinden jullie van piraterij rondom games? Ja, piraterij in generaal, hoe zeg je dat, in general, in het algemeen. In het algemeen. Leuk voor de Engelse kijkers. Is natuurlijk niet goed. Nee, dat is, in principe werken mensen aan een product. En dan neem je dat gratis van ze af, terwijl ze daarvoor betaald willen worden. Dus dan kan je nooit. Maar wij gaan allemaal hier niet ontkennen dat we nog nooit wat gedaan hebben. Ja, precies. Iedereen downloadt wel iets. Maar ik vind wel gewoon als je het spel echt leuk vindt, je houdt ervan, gewoon kopen. Ja, desnoods als je iets downloadt en denkt van, goh, ik speel het nu echt al zoveel. Ja. Koop het dan even om die gasten te ondersteunen. Het is net dan heb je ook meer kans op een sequel natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk. En het is gewoon een stukje respect toe naar die makers. Tuurlijk kost het veel geld. En het is ook niet erg om eens een keer een game uit te proberen en die misschien te downloaden. Maar als je dan toch iets leuk vindt en echt speelt, ondersteun ook de industrie. Want anders dan krijg je nooit meer iets ervoor terug. Zo werkt dat gewoon. Dan gaat het over de kop. En dat zie je, wat ik wel zeggen, op de website heb je natuurlijk ook. Je hebt jongens die dan gebruik maken van adblockers. Ja. Nou ja, goed, dan ondersteun je dus eigenlijk niet de website. Dus dat komt ons weer ten nadele. Dus dan kunnen jullie niet meer naar deze vette video's kijken. Dat zou jammer zijn. Ja, dat zou heel jammer zijn. Dus het werkt allemaal een beetje op die manier. Dus als je iets vet vindt, ondersteun het gewoon door middel van het aankopen of zoiets. Ja. Hitjab, het is Hitjab, noemt hij zich. Hitjab? Hitjab. En die zegt, wat is volgens jullie de beste hack en slash game aller tijden? Wat is jouw? Wat is die van mij? Ik denk Dynasty Warriors 3. Ja. En nou, het gekke is dus dat ik alleen de demo heb gespeeld toen ik een kind was. Ik was volgens mij 10 of zo. Ja. En die speelde ik altijd bij een vriend en die hebben we misschien iets van... Misschien 50 uur lang of zo in totaal gespeeld, alleen de demo maar. Holy shit. Dus dan, holy shit. Het was wel gewoon en wel heel tof. Heel vet. Voor mij is dat wel de beste hack and slash aller tijden, ook al was het maar een demo. Ja, ik ben zelf niet zo'n grote hack and slash fan eigenlijk. Okay. Maar ik vond in ieder geval de Xbox, een paar jaar geleden, denk ik 2007 of zo, kwam 99 Nights uit. Ja, die herinner ik me wel. En dat was toch echt wel, dat was echt een over de top hack and slash game, hè? Ja. Dat was echt bizar. En dat vond ik toch echt wel heel cool. Dat was heel echt een van mijn favorieten onder de hacker slashers. Goed, dan had ik nog een vraag. Wat is volgens jullie de beste RPG aller tijden? En voor mij is dat een simpele vraag. Ik heb hem al een paar keer beantwoord ook in shows, volgens mij. En dat is toch echt wel die Elder Scrolls Oblivion. Ja, oké, dus niet Skyrim. Nee, Skyrim kwam niet eens in de buurt van het plezier dat ik heb gehad met Oblivion. En eigenlijk een beetje hetzelfde voor Rob. Hè. Die vond Morrowind heel cool. Eigenlijk een voorganger daarvan. Ja. Dus zo een beetje. Ja, Oblivion. Duidelijk. Ja, ik hou in ieder geval wel van actie in RPG's, dus daarom kies ik voor Tales of Symphonia. Ja. Ik heb gewoon echt heel goede skills en zo. Het verhaal is wel leuk, al is het wel een beetje kinderachtig. Ja, dat heb je wel vaker bij de Japanse RPG's. Ja, maar je vond het wel vet. Ja, zeker. Ik heb nog nooit gespeeld, maar dat schijnt inderdaad heel goed te zijn. Dus volgens mij is het een beetje als Ni No Kuni. Ja, dus als mensen dat op willen pakken, dan inderdaad Tales of Symphonia. Voor de GameCube, PlayStation 2 en de Xbox misschien. Is wel een leuke aanrader. En volgens mij komt er ook nog een aan voor nieuwe consoles, hè, voor deze huidige generatie. Voor de PlayStation 3 komt er wel een nieuwe. Volgens mij Tales of Exilia of zo, die komt naar de PlayStation 3. Hij is wel in Japan uit. Ja, precies. En Ni No Kuni is natuurlijk ook een hele leuke. Die vergeten we even, maar dat schijnt ook heel. Heb ik dus ook niet gespeeld. Sebastian was daar heel erg tevreden over. Heb jij die gespeeld? Nee, ik denk wel dat het heel goed is. Ja, ja. Grand Theft Auto heeft dan nog een paar vragen. Die heeft twee heel leuke vragen, vind ik. De beste game die op een film gebaseerd is, volgens jullie? Ja, filmgames die zijn natuurlijk in het algemeen. Zijn ze echt heel kut. Ja. Vaak wordt het gewoon, dan komt er een film uit, we gaan nog even snel een game doen. Ja, precies. Zie je nu met die nieuwe film met die auto's, hoe heet dat ook weer? Geen idee. Niet, hoe heet dat? Niet voor Speed, maar... Cars?
Nee, het is natuurlijk een film. En die Nou, ik ga het opzoeken en dan zeg ik het in de comments, jongens. Maar die komt dus ook ineens weer plotseling een game vanuit. En dat gaat natuurlijk ook echt kut worden. Ja. Maar ja, de beste game voor mij. Voor jou eerst. Voor mij is het wel Spider-Man 2. Ja? Spider-Man 1 nooit gespeeld. 3 die was wat minder. Spider-Man 2, het slingeren was gewoon zo goed gedaan. Ja. Dus, en dat kan je gewoon urenlang blijven doen op zich. Ja, precies. Heel vet. Heel vette game, zeker weten. Voor mij is dat dus GoldenEye voor de Nintendo. Oké, die heb ik nooit gespeeld. Ben ik iets te jong voor. Met de Golden Gun. Was heel vet, jongen. Is er ook nog een remake van gemaakt, of niet? Ja, die was fucking kut. Oké, okay, dat is waar. Oké, en Grand Theft Auto heeft ook nog gevraagd, beste film die op een game gebaseerd is. Dus eigenlijk andersom. Ja, goede vraag. Voor mij is het de Resident Evil serie. Die zijn heel vet. Die zijn nog goed, de laatste wat minder. Maar ja, het is gewoon een goede filmserie. Ja, ik heb dat met Tomb Raider vond ik altijd heel vet, ook om te kijken weer. Ja, niet allemaal gezien, maar was goede films. En bijvoorbeeld Hitman vond ik dan weer niet zo sterk. Maar wel heel leuk om te kijken. Ja, het was wel gewoon. Wel geinig. Het was het wel waard. Ja. En wat verwachten jullie van Drive Club voor de PlayStation 4? Dat wilde hij ook nog weten. Want hij speelt niet alleen Grand Theft Auto. Ja, voor mij is het niks. Want ik hou niet echt van simulatie games. Hou je wel van auto's? Ik weet totaal niks van auto's. Dus. Okay, als je er helemaal geen gevoel mee hebt, dan kan ik me voorstellen dat je niet zoveel... Ik hou wel gewoon van arcade raiders, zoals Burnout en zo. Ja, dat precies. Maar dan gaat het echt om de raceactie. Ja, zeker. En bij een game of Drive Club moet je, dat is wel echt gemaakt dan moet je voor, echt van auto's houden. Precies, autoliefhebbers. Ja. Want ze gaan daar de hele ervaring van zo'n super deluxe, hoe zeg je dat, de woeste auto... overbrengen. Dus dat je erin stapt, dat je ziet hoe mooi die is van binnen, dat je het gevoel hebt dat je er zelf in rijdt. En dat is Drive Club, dat draait Drive Club op voor de PlayStation 4. In ieder geval dat zeggen ze nu, we hebben het nog niet gezien natuurlijk. Geen gameplay meer. Nee, dus ik ben wel heel benieuwd naar die game, want ik ben zelf natuurlijk wel dan weer een autoliefhebber. Dus het is wel echt op die mensen gericht. Je moet dus niet inderdaad van arcade races houden, dan is die niet zo interessant. Denk ik ook niet. Nee. De gamer die vraagt, ik heb nu alleen een PlayStation 3. Hij heeft via een vriend een aanbod gekregen om zijn Xbox 360 te kopen voor €250. Vind ik duur. Dan krijgt hij ook nog tientallen games bij en accessoires. Ja, dus, oké. Maar die games en accessoires zijn vaak oud en die kun je op marktplaatsen ergens wel weer goedkoper halen als je echt wil. Of bij zo'n GameStop, hoe heet dat in Nederland? Ik ken die winkels in Nederland niet eens, maar waar je tweedehands games kan halen. Ja. En die console vind ik vrij duur, want je hebt tegenwoordig al een Xbox voor €150. Zoiets. Een nieuwe online. Nou ja, tel uit je winst. Dan heb je nog €100 over voor dingen als accessoires en nieuwe games. Of tweedehands games. Daar kun je echt wel wat verkopen. En vandaag toevallig is er ook een aanbieding bij Weekamp voor de PlayStation 3. €250 nieuwe PlayStation 3 met Cold of War. Ja, dus dit is echt wel duur. Ik zou het niet doen. Ik zou gewoon ofwel tegen hem zeggen, voor €150 ben ik je man. Ja. Maar let op, hè, want je hebt een oude Xbox. Is het een Xbox Slim? Ik weet het niet. Ik heb problemen met mijn Xbox. Mijn oude Xbox uit 2005, die lader gaat niet meer. En die heeft ook geen garantie meer, dus daar moet je wel naar kijken. Dus, of zeg dat hij hem voor €150 wil, als het nog een goede slim is of zo. En anders koop gewoon een nieuwe online. Ja. Dat is je kan natuurlijk ook gewoon wachten op de volgende generatie consoles. Ja. Want dat vroeg hij zich af. Maar ja, oké. Maar ja, ik bedoel, dan moet je nog een half jaar wachten. Ik zou gewoon nu voor een Xbox gaan. Want er zijn nog heel veel games op nieuwe generatie, moet je weer wachten op al die games. En je hebt wel een aantal exclusives die je natuurlijk wil spelen, zoals Gears of War. En vergis je niet de gamer, want nu heb je misschien nog heel veel tijd om te spelen, maar over een paar jaar niet. Dus als je nu graag wil spelen, moet je nu een console kopen. Ja, zeker. Skyrim of Far Cry 3? Eigenlijk dezelfde vraag weer, hè? De gamer. Voor mij Skyrim. Voor mij Far Cry 3. Ja? Ja. Oh, geinig. Okay. Nee, wasabi in je oor. Moet pijnlijk zijn, wasabi in je oor overigens. En Steve vraagt zich af, SimCity reeks of Age of Empires reeks? Het is leuk dat er niemand lacht om mijn grap af. SimCity of Age of Empires? Voor mij Age of Empires, omdat ik gewoon van de combat hou. Legertjes opbouwen en zo. Veel vetter vond ik dat. Ja. Maar SimCity is ook heel sterk natuurlijk. En Age of Empires hebben we alweer lang niks van gezien. Ja, maar er komt wel een remake van Age of Empires 2. Ja. Dus dat wordt wel leuk om even de serie weer op te pakken. Ja, en hopelijk komt er een keer een nieuwe nog. Ja, ik hoop het. Maar volgens mij zijn ze bezig met een Age of Empires MMO of zo. Ja, dat is heel groot. De browser en zo. Iets heel cools mee komen en dan bam. Nou, volgens mij is dat er al, of niet? Oh, ik weet het. Ik heb geen verstand. Volgens mij kan je dat gewoon op je browser spelen, maar... Ik heb er niks van. Het is in ieder geval niet eentje die groot is aangekondigd. Nee, zeker niet. Ze moeten wel echt met een nieuw groot deel gaan komen, vind ik. Goed, een vraag van Thijs 2.0 of 2.0. Denken jullie dat er nog een nieuwe Red Dead Redemption komt? Wat denk jij? Ik denk het wel. Het was sowieso een heel groot succes. Dat had zelfs Rockstar niet verwacht. Ja, bizar was dat. Er zitten ook allemaal... Dat is heel vet. Ja, in de game dan zie je echt dat de
dat de revolutie, de industriële revolutie eraan komt. En ik denk wel dat ze dat in een volgende game... Ik denk ook dat ze bezig zijn een beetje in willen zetten. Red Dead Redemption 2 of een Red Dead iets anders. Dat zou echt wel... Maar dan was minder cowboy, denk ik. Ja, hij is dan wel een... auto's en zo erin. Ja, denk je? Dat auto's denk ik wel. Zou kunnen. Je had het al in de vorige een klein beetje. Nu denk ik dat je ze ook echt kan besturen en zo. Maar de cowboy imago was natuurlijk wel vet. Ja, oké. Okay. Dus misschien gaat ze wel iets verder. Goed, inderdaad. Maar die guy komt natuurlijk uit 2010 en kreeg van ons toen ook een heel hoog cijfer in de recensie. Ja. Dus mensen zitten er echt wel op te wachten. En zeker. Rockstar is niet dom. Ja. Dus die, nu even GTA 5 nog afmaken. Ja, en daarna komen ze wel. Ik denk 2015? 14 nog? Ja, zou kunnen, hè? Ja, het zou goed kunnen. Zeg, GeForce heeft ook nog een vraag. Zou het niet slimmer zijn om een internet-only game zoals SimCity een maand na de release te kopen? Zodat je zeker weet dat de servers werken. Ja, dat zou slimmer zijn, tenzij natuurlijk iedereen dat gaat doen. Ja, dan heb je hetzelfde probleem een maand later. En dan zit iedereen die maand voor te chillen. Maar ja, wel gewoon even het internet in de gaten houden en zo. Of hij goed werkt, zou wel zo slim zijn. Maar is het slimmer? Ik bedoel, hij is niet goedkoper een maand later. Dus ik zou hem gewoon kopen en dan proberen tot je nodig kan. Ja, dat ook. En in principe moeten dit soort problemen natuurlijk nooit meer voor gaan komen. Het is bizar hoe dit gelopen is. En je krijgt dus nu ook een gratis game van EA. Ja, compensatie, dus, vind ik wel netjes. Dus, grote games ook. Ja, dus. Battlefield 3 zat ertussen. En verrast genoeg een andere SimCity. En Dead Space 3. Bizar. Dead Space 3. Zijn aardige nieuwe games. Hele vette dingen. Ja, dus wel netjes opgelost van EA, maar het was natuurlijk echt slecht dat het zo begon. Overigens de game wel 1,2 miljoen keer verkocht inmiddels al. Ja, dus hij doet het zeker goed. Ja. Socolon, dat is nieuw, die kennen we niet. Socolon, gaan Rob en Hugo ook het WK 2014 nadoen, net als EK 2012? Gaan jullie dat doen? Ja, dat lijkt me wel, waarom niet? Dat hebben we toen ook gedaan, was echt een groot succes op zowel ISG als YouTube. Iedereen die ernaar keek, iedereen die het vet vond. Wij voorspelden toen de wedstrijden. Het enige was wel dat we misschien wat meer diversiteit in de spelers moeten hebben. Want ik was gewoon beter dan Rob. Ja. Dus welk team ik speelde, dat kwam wel random uit, maar dat won altijd. Oké, dan zou ik zeker niet meedoen. Nee, want ik ben nee. Maar we hebben wel nu jongens die echt wel goed zijn en die gewoon dat zoals gaan spelen. Daan. Zoals Daan, inderdaad. Alleen ik weet niet of die er in 2014 nog steeds is natuurlijk. Klopt. Maar we gaan dan wat meer diversiteit erin brengen. Dat het wat eerlijker wordt ofzo. Of dat ik een slechter... misschien dat je in de nieuwe FIFA of zo kan instellen dat de een slechter is ofzo. Het zou wel handig zijn. Russell 23, als je meedoet aan prijsvragen, krijg je dan ook post als je je adres geeft? Dat is een opvallende vraag. Je krijgt natuurlijk de prijsvraag als je die wint. Die krijg je natuurlijk in de post. Verder niet. We gaan je niet zomaar random post sturen. Gewoon van, hij heeft zich meegedaan. De prijsvraag, laten we nu een brief sturen. Gewoon van, hey, hoe is het? Zou toch wel leuk zijn? Zou vet zijn. Moeten we een keer doen. Gewoon iedereen die meedoet met een prijsvraag, een brief sturen. Gewoon, ga naar xgm.nl. Een soort van commercial naam opsturen of zo. Zou vet zijn. Maar ik denk dat die bedoelt of wij je adresgegevens doorspelen aan reclameorganisaties of weet ik veel wat. Nee, doen we niet. Nee, dat zou te gek worden. Hoeveel uur duurt de campagne van Assassin's Creed 3 eigenlijk nog? De campagne die duurt zelf ongeveer 20 uur, maar je hebt ook allemaal side missions en zo. En als je die allemaal wil uitspelen, dan kom je wel tegen de 50 uur aan. Misschien 40, 50. Best veel, hè, nog? Ja, best veel. Ja. Maar de sidequests die zijn niet echt heel bijzonder. Het is gewoon vooral dingen verzamelen en herhalend, hè? Ja. Ik vind ze altijd zo herhalend. Ja, precies. Dus we gaan weer naar de top klimmen en dan gaan we weer zo'n gym naar beneden doen. Ja. En god man, daar word ik zo helemaal mee eens. Ja, daar moet echt vernieuwing in komen, Ubisoft. Soul Archer heeft ook nog een paar vragen. Ik zal even met ons te beginnen, die vond ik leuk. Soul Call of Horus Gunslinger ook co-op bevatten? Geen co-op. Het vorige spel die was niet zo goed. Ja. En dit wordt ook volgens mij een arcade titel. Ja, waarschijnlijk. Dus dan, ik verwacht er ook niet zoveel van, hoor, van deze. Ja, ik ook niet. Maar ja, het wordt dan gewoon een kleinere game. Geen co-op. Hopelijk kunnen ze zich dan richten op een betere game. Ja, een betere single player. Ja, absoluut. En wat vinden jullie van dat je voor games als SimCity en Diablo 3 altijd online moet zijn om te kunnen spelen? Nou ja, dat is Ja, bij SimCity bijvoorbeeld, dan werkt het gewoon wel in die hele markt, die wereldmarkt. Ja. En dat is op zich wel tof, maar om het echt te vereisen, dat zou ik niet doen. Nee, ik vind het een gek verhaal. Bij SimCity hetzelfde. EA die probeert er ook een beetje onderuit te komen, hè, die vragen. Ja. En een beetje met excuses te komen. Nu was het weer van, ja, we hadden het ook wel offline kunnen doen, maar de spelervaring is online beter. Ja, oké, maar doe dan gewoon een offline mode en een online mode. Niet iedereen heeft natuurlijk internet. Precies, dus het is ook niet slim voor de verkoper. Ja. Ik denk dat ze er niet slim aan doen en ik vind het ook een gek verhaal dat het moet. Kijk, het is, voor sommige elementen is het gewoon nodig. En dan moeten ze dat gewoon instoppen, maar niet puur multiplayer. Niet puur online mode, zeg maar. Dus, helemaal goed. Eens. Is er al iets meer bekend over de release datum van South Park, The Stick of Truth?
Nee, hij is overgenomen door Ubisoft, dus daardoor is hij waarschijnlijk iets vertraagd, maar waarschijnlijk komt hij nog dit jaar uit. Maar misschien wordt hij wel beter ook, doordat Ubisoft er nu een hand in heeft. Denk je dat? Wie maakt hem hiervoor? THQ. En THQ is natuurlijk, die zijn failliet gegaan en op alle franchises afgestaan. En South Park werd opgepakt door Ubisoft, verrassend genoeg. En hij moet eind dit jaar waarschijnlijk in de winkels liggen. En ik hoop dat het dus echt een vette game wordt. Het kan heel leuk worden. Ja, vooral grappig, denk ik. Sebastian heeft het toen een keer gezien ergens in Londen of zo. En die zei dat het toen al heel vet was. Okay. Heel leuk om te doen, ja. Nice. De Menno die vraagt zich af of er een nieuwe Arkham City game aankomt. Ja, nee. Ja, wel. Sorry, ik vergiste. Er komt wel een nieuwe Arkham City game aan, maar niet van Rocksteady. Niet van de ontwikkelaar die Arkham City heeft gemaakt. En dat is dus wel jammer op zich. Precies. Het is natuurlijk nog wel, de franchise is in de handen van Warner Bros. Dus die zullen wel zorgen dat er een goede game komt. Maar of hij net zo goed wordt als Arkham City. Ja. Ik vraag me vooral af wat Rocksteady volgende keer gaat doen. Ik ook. Waar misschien ik wel een Superman game. Of misschien Arkham City 2. Ja, dat wordt dit dus, denk ik. Of een Arkham City subtitel. Ja, dat zou best kunnen. Hij komt dus waarschijnlijk dit jaar nog uit, hè? Ja. Dat is wel vet, natuurlijk. Goed, Jasper Ketelaar, wat vinden jullie van The Universe Project? Denken jullie dat het realistisch is of gewoon onhaalbaar? The Universe Project, dat is dus een game die speelt zich op het begin op de aarde af. Ja. En dan ben je een soort van holbewoners en je kan... Nou, volgens de makers kan je gewoon doen wat je wil. De gameplay is gewoon, je kan gewoon doen wat je wil en keuzes maken die je wil. Overal gaan waar je wil, over de hele planeet. Mm-hmm. En daarna... Zelfs het universum in. Ja, daarna zelfs het universum in. En het is trouwens ook een MMO. Ja. Maar dat is denk ik gewoon niet mogelijk. Het is te groot. Het is te groot, dat kan je nooit ontwikkelen. En al helemaal niet als je een beetje kwaliteit wil. En het haalbaar, zeg maar, dat alles mogelijk is, dat is al bijna niet mogelijk. En dan ook nog eens een keer naar het universum. En dat universum is oneindig groot in principe. Spoor die deed dat op zich wel. Dan begon je ook gewoon op aarde. En uiteindelijk had je echt miljoenen planeten en sterren en weet ik veel wat. Het was gewoon echt heel erg veel. Ja. Maar dat je kan niet echt een kwaliteitsgame neerzetten, denk ik. Want dan zit je op een gegeven moment, loop je tegen barrières op. Ja, absoluut. Komt er niet meer geloofwaardig over. Dus onhaalbaar. Zeker. Conclusie. In ieder geval in de komende 50 jaar of zo. Maar als je iets heel leuks wil proberen, Jasper, ga eens een keer kijken naar Spoor. Dan per se. Ook een vette game. En de laatste vragen die komen van Stream, Noor. Wat vraagt hij als Hij vraagt als eerste, kijken jullie meer uit naar 21 maart of 26 maart? Want dan worden Call of Duty en Battlefield 3 aangekondigd. 21 maart is natuurlijk al donderdag. Dus dat is redelijk snel. En waar kijk jij meer naar uit? Ja, ik denk toch meer die Battlefield 4 onthulling. Ik ook. Ja, ik heb niet zoveel met de Call of Duty serie. Op zich weten we al dat Battlefield 4 eraan komt. Ja. Dus het is minder spannend. Want we hebben nog geen gameplay of zo natuurlijk. Nee, dat nog niet. Dus dat wordt heel, heel verrassend, denk ik. En vooral ook omdat die next gen gaat zijn. Ja, dus dan worden we echt weggeplaatst. Denk ik ook. En Call of Duty heeft natuurlijk hetzelfde. Dat gaat waarschijnlijk ook next gen zijn. Ja. En misschien wel een hele andere kant op. Want dat is ook gelijk de volgende vraag. Verwachten jullie Modern Warfare 4 of een nieuwe deel? Ik verwacht wel een nieuw deel, want voor een nieuwe generatie consoles kan je natuurlijk nieuwe IP's uitbrengen. Ja. Dus dan gaan ze dat waarschijnlijk nu doen. Ja, maar waarom, hè? Want op zich, Modern Warfare heeft nu zo'n sterke naam. Ja, maar bij de 3 moet je eigenlijk gaan stoppen, vind ik. Ja, misschien wel. Anders krijg je 4 en 5 en dan verlies je gewoon de hele fanbase. Ja, maar is het niet zo dat mensen tegenwoordig nog meer in Modern Warfare praten dan in Call of Duty? Dus dat die naam sterker is geworden? Zou best kunnen. Ik zou het zelf niet weten. Nou ja, goed. In ieder geval, ik kijk zelf dus eigenlijk echt toch wel iets meer uit naar de Battlefield 4 natuurlijk. Ja, ik ook. En zijn laatste vraag van Stream en gelijk een hele mooie afsluiter. Singleplayer of multiplayer? Voor mij de singleplayer. Multiplayer, dat speel ik een paar uurtjes en dan ben ik klaar. Ik vind multiplayer vet. Ik heb mijn hele leven multiplayer gespeeld. Oké, nou. Dat was het. Goed, dit was de Q&A van deze week. En volgende week zijn we natuurlijk weer terug. Dan met aflevering Even Speaker 47 alweer. Zo. En als je vragen hebt, stel ze hieronder. Zijn je vragen niet beantwoord, stel ze ook hieronder. Ben je op YouTube, stel ook je vragen onder de video. Gewoon altijd hieronder moet je zijn. En als je op YouTube zit, kan je ook nog hierboven abonneren op de video. Op het kanaal, sorry, ik verspreek me. En dan zien we jullie volgende week weer voor een hele nieuwe show met hele nieuwe vragen. Tot dan. Tot dan.